In de periode van 5 tot en met 16 oktober organiseert Sportbedrijf Deventer samen met andere organisaties de schaatspromotieweken op kunstijsbaan De Schegg. Daarnaast startte in Nederland de Week van de Toegankelijkheid. De Week van de Toegankelijkheid is voor ons zoveel mogelijk kinderen stimuleren om te komen schaatsen. Het is een project dat wij samen met de ijsvereniging in Deventer zijn begonnen. De Deventer IJsclub en Sportief Oost-Nederland spelen daarin een grote rol. En in eerste instantie dachten we van, nou, hoe krijgen we dat voor elkaar? Een week een paar honderd kinderen op het ijs. Ja, en daarna bleek het er een aantal duizenden te zijn. En toen was het ietsje meer werk. Deze schaatspromotieweken gaan in samenwerking met basisscholen in Nederland. Om kinderen in aanraking te brengen met het Nederlands erfgoed genaamd schaatsen. De kinderen krijgen op school al een korte introductie van de docenten. Die hebben wij vorige week allemaal gebriefd en daarin wordt uitgelegd dat de kinderen naar de ijsbaan gaan en daar kennis gaan maken met de verschillende disciplines van het schaatsen. Zo hadden wij hardrijden, lange baan schaatsen, ijshockey en kunstrijden. En daarnaast ook nog ijspret. En dat is voor echt de allerjongste kinderen. Ja, dit is een mooi moment om alle kinderen een keer in aanraking te laten komen met schaatsen. Wat vinden de leerlingen hier nou van? Nou, eigenlijk schaats ik helemaal niet zo heel erg veel. En ja, dus ik vond het extra leuk om dit nu te doen. Ik vind kunstschaatsen leuk omdat, ja, ik kon het nog niet echt. En mij leek het leuk om het wel te kunnen leren, zeg maar. En ja, het gaat nu op zich best goed. Nou, in de winter schaats ik ongeveer meestal 2 keer in de 2 maanden. Nou, je gaat lekker snel en je kunt leuke dingen op het ijs doen. Het is ook heel gezellig, vind ik altijd, om met vrienden te gaan en met familie. Ja, ik vind het een goede uitvinding. Ik vind het wel leuk, schaatsen. En zelf ben ik ook maar 1 keer gevallen. En ik heb ook gewoon geschaatst en zo. Alle kinderen hebben ook een vel gekregen met daarop verschillende coupons. Zodat zij dit seizoen nog weer lid kunnen worden van de verschillende verenigingen. En ja, deze hele winter op onze ijsbaan kunnen vertoeven. Basisscholen kunnen zich aanmelden voor deze schaatspromotieweken tot en met 16 oktober.